Nou, meneer Wintjes, hij is het geworden. Ja, met grote voorsprong. In ieder geval belangrijk. Duidelijke winnaar. Ja, en niet geheel onverwacht. Bent u er blij mee? Nou ja, ik denk dat vanuit Nederland gezien het ongelooflijk belangrijk is dat er iets gaat gebeuren in de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is de crisis begonnen. Vanuit daar is er een enorme golf van economische ellende over de wereld gegaan. Je moet een beetje denken aan een normaal bedrijf, een concern. Als het concern slecht draait, in grote moeilijkheden is, dan moet je het beleid veranderen. En dan begin je vaak met een verandering aan de top. En helpt het dan zo'n grote overwinning? Nou, in ieder geval het gevolg zal zijn dat er vertrouwen terugkomt. Men is echt toe aan ander beleid in de Verenigde Staten. Ik denk in vele landen in de wereld. En dit kan het goede signaal zijn. Premier Balkenende heeft Obama vanochtend gefeliciteerd. En hij zei, het is juist nu heel belangrijk om die relatie tussen Europa en de Verenigde Staten goed te houden. Bent u dat met hem eens? Volledig mee eens. Ook Europa heeft nu een uitdaging. Ook Europa moet laten zien dat ze echt Europa zijn. Niet meer het samenstel van 27 landen. En ik hoop ook dat de komende dagen waarin de regeringsleiders bij elkaar komen, Europa nu in deze crisis laat zien dat Europa als geheel veel sterker is dan de optelling van de landen. We zijn meestal wel bang voor Amerikaans protectionisme. Bent u in dit geval ook bang dat Obama voor die koers zal kiezen? Nou, één ding was altijd duidelijk. Amerika in een moeilijke periode wordt protectionistisch. Althans, de neiging is sterk. Dat kennen we uit alle crisissen. Het is niet duidelijk of Obama minder protectionistisch is dan McCain. Maar hoe dan ook zullen wij vanuit een sterk Europa in een goede dialoog met de Amerikanen moeten waarschuwen voor protectionisme. Want dat leert ons de les uit de 30e jaren. Protectionisme brengt ellende. Dank u wel. Graag gedaan.